Montage uh, uh, wordt altijd gezien als knippen en plakken. Dat het gewoon is, uh, de camerapersoon draait iets en dat is het. Uh, dat leg je achter elkaar en dan heb je, heb je wat je hebt gedraaid. Maar zo werkt het in, in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. Um, omdat je heel erg bezig bent met shotskeuzes en, en waar ben ik met een personage. Ik vind het leuk dat je uh, bepaalt wat de mensen te zien krijgen. Dat je bezig bent met. Hoe het verhaal overkomt en wat de kijker gaat ervaren. Ja, dat, dat, dat is het deel waar de film wordt gemaakt voor mij. Dat, uh, dat vind ik leuk. En je bent met beeld en met geluid bezig. Uh, op een creatieve manier. Je zei als editor ben je de, de keeper of the emotions. Ja. Dat is zeg maar je taak. Ik ja. denk dat dat wel. Want het zijn altijd mooie shots en oh, vet geluid. Ja. En zo, maar je bent ook van: oké, okay, wat gebeurt er? Ja. Gaan we erin Precies, mee? Ja. Voel ik dit? Dat. Dat is voor ons denk ik altijd het belangrijkste. Vaak gooi je al die conceptuele ideeën uiteindelijk Toch, een beetje weg. het ja, gaat precies. om de emotie. En snap je wat ja, hij nu voelt precies. en wil je daarin geloven? Vrienden vragen altijd aan mij, maar dat is gewoon knippen en plakken. En dan zeg ik altijd, uh, ja, in de kern wel. Um, maar wij kijken naar hoe... Het gaat over zoveel meer dingen. Het gaat over wat het beeld me vertelt en wat het geluid me vertelt. En over... Uh, wat de acteurs, wat, de, wat goed spel is, waar, waar kan ik nog een blikje van halen? Waar kan ik nog iets maken? Waar kan ik, hoe kan ik van twee verschillende scènes één scène maken? En het is een vrij technisch vak, maar je gebruikt echt je techniek om um, je verhaal te kunnen vertellen. Je techniek is echt een middel om te komen tot wat je wil. Dus dat, techniek hoef je niet af te schrikken. Ik ben ook helemaal geen technisch mens, maar um, dat, techniek is iets wat je kan leren, denk ik altijd. Dus ja. Eén moet daar minder lang over dan de ander. Maar... Ik ben montage gaan studeren omdat ik heel erg interesse had in uh, verhalen vertellen. Uh, ik kom zelf ook uit een filmgezin, dus het was voor mij uh, eerst geen logische stap omdat ik eigenlijk dat niet wilde. Want je wil vaak als puber niet doen wat je ouders doen. Uh, maar toen dacht ik, wat vind ik het leukste? En toen dacht ik, kijken. Dus heb ik heel lang nagedacht over, wil ik dan camera of regie doen? Maar ik vond bij camera dat je te weinig mocht bepalen maar regie eigenlijk te veel. Montage is gewoon allerleukst, omdat je, ja, je, bent, je bent de film echt aan het maken voor mijn gevoel. Daarna alles wordt een soort van voorbereid, maar dan, oké, okay, hij gaat dit op deze manier zeggen en dan is dat shot van haar en je bent gewoon, ja, je bent echt gewoon bezig met vertellen dat anders meer voorbereiden voor mijn gevoel en nu maak, maak je echt de film. Uh, er is niet echt een opleiding voor montage verder in het land. Of, er zijn wel AV-opleidingen, maar dit is echt de meest specifieke montageopleiding in Nederland. Het is, uh, ze nemen elk jaar vijf mensen aan, dus het is ook heel persoonlijk. En um, je leert over inhoudelijk en je leert over de techniek. En dit is de enige opleiding die dat doet, volgens mij, in Nederland vier jaar lang. Dus uh, ik dacht, filmacademie. Ik ben afgestudeerd op VWO op mijn negentiende. En toen ben ik uh, naar een school in Denemarken gegaan. Dat is de European Film College. En dat is een soort vooropleiding voor filmscholen en voor uh, assistentenbanen. Dus je leert daar. Uh, je kan daar drie cursussen doen. En daar heb ik toen besloten. Ik ging daarheen met het idee dat ik al montage wilde doen. Dus ik besloot de eerste cursus die ik wilde doen was montage. En toen heb ik regie documentaire gedaan. Toen vroeg ik aan mijn. Docent montage, wat is nou slim als ik aangenomen wil worden? zei hij, dan moet je geluid gaan doen. Dus toen ben ik geluid gaan doen. Uh, en toen heb ik daar een aantal projecten gemaakt, die heb ik opgestuurd. Toen mocht ik op gesprek komen en toen uh, ben ik aangenomen. Eerste jaar uh, ben je eigenlijk het minste met montage bezig van de hele opleiding, omdat je dan een beetje van alles krijgt. Dus je leert. Wat een geluidspersoon doet, wat een camerapersoon doet, en wat voor hun belangrijk is, zodat je in de rest van je film, academie carrière, maar van je filmcarrière gewoon uh, weet waarom mensen bepaalde dingen willen op bepaalde manieren. Dus je krijgt een heel breed spectrum van hoe een film gemaakt wordt, gepresenteerd. En daarna ga je zeg maar in je rol zitten. Dus eigenlijk vanaf het. Je doet wel wat dingen met montage in het eerste jaar, maar vanaf het tweede jaar. Doe je het echt alleen maar. In het tweede jaar maken we drie docu's, twee ficties. En in het derde jaar maken we een docu- en een fictie. Het vierde jaar ook. Dus je hebt heel veel oefening in um, monteren en verhalen vertellen. En um, dat is echt super leuk. Want ja, ik ben heel blij dat ik zoveel uh, heb gedaan. Want dat is allemaal ervaring die ik kan meenemen naar het volgende project. Eigenlijk tijdens. Zo'n project leer je het allermeest. Je kan altijd wel dan in de les zeggen van ja, zo en zo en zo moet je dat doen. Maar dan zit er een regisseur naast je en dan heb je het materiaal en dan heb je het probleem. Dus je krijgt heel erg vaak de kans om uh, fouten te maken. En dan in het eindexamenjaar hopelijk uh, niet meer. Biertjes drinken met elkaar levert natuurlijk altijd hele leuke dingen op. Uh, maar over de filmacademie um, onderling denk ik dat ik had één keer met een regisseur die, in, de, in het tweede jaar maak je een, een studio fictie oefening en, en dan bouwt uh, Productie in zijn een enorme studio, een studio een enorme set en um, dat was één, uh, daar, draai je één draai, daar heb je één draaidag en dat liep helemaal fout, want de cameravrouw kreeg last van haar pols en moest alles handheld en alles was chaos en mijn regisseur kwam dus soort, nou in een soort hele depressieve toestand in mijn hok. Terwijl ik, ...net het materiaal had bekeken en eigenlijk best wel blij was. Dus we zaten op enorm verschillende golflengtes en ik moest hem echt... ...meetrekken, maar ik vond dat een heel leuk proces omdat... ...we de hele film door alleen maar problemen aan het oplossen waren en alleen maar... ...kijken we ook okay, helemaal wat als we dit doen. En dus voor montage was het super interessant. Uh, je zit met z'n tweeën. Uh, hangt er vanaf. Uh, misschien wil je regisseur er heel weinig bij zitten. Vaak willen mijn regisseurs er heel veel bij zitten, want dan zit je samen te praten over... Bij fictie, dan bijvoorbeeld acteren, wat de beste take is. En um, bij docu, moet je vaak de hele structuur van de film nog maken. De, de docu gebeurt veel meer in de edit, in de zin van dat het helemaal nog gemaakt moet worden. En uh, je bent dan eigenlijk continu met elkaar aan het discussiëren over wat de beste manier zou zijn. En waar moet de film eigenlijk over gaan? En wat wil je nou eigenlijk vertellen? En uh, ja, je zit eigenlijk heel veel met z'n tweeën. Het is een soort van uh, huwelijk wat je aangaat. En dan uh, wordt het intenser. En dan uh, is er halve weken altijd een breakdown. En dan huilen er soms mensen. En dan hopelijk aan het einde <laughs> is iedereen weer blij. En dan, uh, dan heb je echt een hele abrupte scheiding. Dat vind ik altijd wel een beetje. Dan denk ik, oh ja, we waren echt best friends. En nu. Uh, doeg. Zeg maar nog ooit tegen elkaar in de gang. Maar <laughs> het is eventjes uit dan een soort van. Ik heb gemerkt dat. Uh... Uh, dat ik het liever eigenlijk alleen kijk, omdat oh ja. regisseurs uh, toch ook al met hun aanwezigheid. Ze hoeven niet eens iets te zeggen, maar dan hmm. als ik aan het spotten ben, dan kan ik al voelen dat iemand iets vindt van een shot. Terwijl ik misschien wel iets heel anders vind, maar dat wordt dan toch beïnvloed. Dus ik begin altijd met kijken, uh, inderdaad, eigenlijk alleen. Ja, natuurlijk ook. Um, maar ook, soms is dat nogal moeilijk te brengen, vind ik. Nou, ik heb dat dit jaar ook. Uh, maar weet je, ik heb dat een beetje streng gebracht dit jaar. Ik zei van. Um, Want ik had. Nou ja, ik dacht. Um, weet je, het is ook best profi als je dat zegt van. Hé, hmm. hey, ik denk dat ik het beste kan werken op deze manier. Ja. Uh, ik heb dan nu gezegd van. Yo, ik wil het materiaal echt. Graag in mijn eentje kijken dat ik wil echt mijn eigen visie erover heb. Ja. Want mensen in de bioscoop gaan ook niet weten wat er allemaal op die set is gebeurd. Dus nee, dat het een hele ja. koude, natte dag was, omdat iedereen boos op elkaar was. Als het werkt, ja. werkt het. Weet precies, je wel. Ja. Er is een hele theorie ja? over vanuit de Jagers-Verzamelaars-tijd. Oh. Waarin mannen, als ze jagen, focus hebben zo. Mm. Dus mannen kunnen beter camera doen omdat ze zich op één ding oh, ja. moeten focussen omdat ze vroeger jaagden. Terwijl vrouwen waren en bessen aan het plukken terwijl ze kinderen achterin en dus vrouwen hebben veel van nature veel meer overzicht. Aha. En als editor moet je uh, overzicht kunnen hebben. Ja, je moet echt die helikopter zijn. Je hè? moet echt weten van oké okay, als ik daar zit nu dat dingetje en dat zou ik dan nu. Dus wat dat betreft is het ooit bedacht als een vrouwenbaan ook omdat het op nou ja, dat is dan ook weer echt in de jaren twintig in Hollywood van ja. ja, het lijkt op handwerkjes, dus laat de vrouwen dat maar doen. En toen op een bepaald moment kwam het, uh, kwamen mannen erachter dat het ook creatief was. Ze. Nou, dan gaan wij het weer doen. Dus toen hebben ze al die vrouwen weer van die toe geschopt. Terwijl het eigenlijk van nature een vrouwenbaan is ook omdat het, ik wil niet zeggen dat mannen geen empathie hebben, maar vrouwen zijn toch vaak beter in de gevoelens van iemand anders lezen. En dat is wel belangrijk voor een editor. Dat is zeker belangrijk.